sta je hier bij de ontmoetingswolk. Dat is een compleet nieuw concept. En dat betekent eigenlijk dat mensen daar kunnen afspreken met elkaar, als ze afgesproken hebben op het station. En dan kunnen ze onder de wolk gaan staan. Dit is volgens mij gemaakt als punt voor mensen om elkaar te ontmoeten. Ja, om met elkaar af te spreken. Zo van, waar zie ik je? Waarvan centraal? Voor, achter? Nee, gewoon bij de ontmoetingswolk. We hebben een prijsvraag uitgeschreven en Sean Kurmeling heeft die prijsvraag gewonnen. Die heeft dus ook deze wolk gemaakt. Het idee erachter is dat het allemaal lampjes die met elkaar verbonden zijn. En dat is eigenlijk ook hetzelfde met allerlei stations die over Nederland, terwijl en over de hele wereld, ook met elkaar verbonden zijn. En waar je als reiziger natuurlijk uitgebreid gebruik van kan maken. Oh, dat is leuk. Dag. Ja. Dan kan je elkaar snel vinden. Soms dan is het heel moeilijk om elkaar in de mensenmassa te vinden, inderdaad. Ik vind het echt heel mooi, vooral omdat het zeg maar knippert. Ik vind het echt heel mooi bij Centraal staan, echt. Het flikkert en brandt en kunstig gedaan in ieder geval. Het roept wel een vrolijk gevoel bij me op. Ik zie je bij de wolk met lichtjes.